De ledenobligaties. Er komen ledenobligaties op naam. Er zijn twee soorten, vrij verhandelbaar, niet verhandelbaar. Hoe werkt het? En hoe gaat de verkoop? Hoe gaat de prijsvorming? Hoe gaan we om met nieuwe leden, bedrijfsopvolging, bedrijfsbeëindiging? Vertelt u het even. Heel veel vragen, terechte vragen ook. Ik denk dat we daar nu echt de tijd kort voor hebben om dat heel precies uit te gaan leggen. Er is een fusiememorandum, is vandaag wat verstuurd naar alle leden. Daarin staan op hoofdlijnen uitgewerkt ook die zaken die u nu vraagt. Want als we dat nu zouden gaan uitleggen, dan gaan we echt op detail. En ik denk dat het dan de lijn van het verhaal heel lastig wordt om te volgen. Inderdaad, uw conclusie klopt. We hebben twee soorten obligaties, vast en vrij. En we zullen ervoor zorgen dat die vrij zijn, dat die tussen eigenaren kunnen wisselen en dat er geen koersvorming gaat plaatsvinden. Maar hoe we dat allemaal gaan doen, dat gaan we allemaal nog nader uitleggen. Maar dat vraagt gewoon meer tijd dan we nu even in een paar minuten kunnen doen. Nou, dus ik hoef me niet zorgen te maken dat bij bedrijfsbeëindiging het geld in de fabriek blijft zitten. Wat op naam staat, gaat niet weer terug in de onderneming. Juist.